Robin, wat ga je vandaag hier allemaal doen? Wij hebben vandaag een klusdag. Wij gaan voornamelijk onze nieuwe keuken installeren. De oude hebben we al reeds uitgebroken en we hebben nog wat andere kleine klusjes. Nou, we hadden eerst een standaard keuken zoals je die ook kan vinden in een normaal huishouden. We hebben ondertussen heel veel materialen verzameld zodat we toch meer naar een professionele keuken toe kunnen gaan. Een RVS, werkblad, professioneel gasfornuis en grote koelkasten, een grote oven en een grote magnetron. En nieuwe kastjes erbij die we kunnen afsluiten voor onze verhuurders. We verhuren ons gebouw voornamelijk aan andere scoutinggroepen die hier bijvoorbeeld in de zomer of tijdens weekenden hun kamp hier in hang komen houden. En ook wel eens een school die hier het kamp van groep 8 houdt. Zet u even links een domme? We hebben hem nou zo dat we met grote groepsactiviteiten, als we allemaal compleet zijn, dat we met 100 man de kinderen en de vrijwilligers van de eten kunnen voorzien. We gaan ons pionierhout testen, we gaan onze loods opnieuw waterdicht maken aan de onderkant. We gaan deurdrangers installeren en onze nieuwe reddingsvesten markeren met de tech scouting hanker op. We hebben ook nieuwe reddingsvesten sinds kort aangeschaft. Deze gaan we vandaag merken met een opschrift van scouting hank. Dat doen we in verschillende kleuren, zodat het gelijk duidelijk is welke maat het is. En voor de veiligheid van de kinderen kunnen we dan weer volop gaan varen. Zie je, dat is net wel anders.